We zijn hier op de IFA nog druk op zoek naar de eerste OLED of 4K TV die een beetje binnen ons budget past. Maar ja, dat gaat dit jaar denk ik nog niet lukken. Dus kom je hier op de vrij rustige stand van Panasonic overigens al snel uit bij dat soort paradepaardjes. Het is de Panasonic AX900 en daar zijn ze heel trots op hier. Journalisten staan ademloos te kijken hier bij Panasonic. En waarom zijn ze dan zo trots op? Nou, ik neem jullie eventjes mee terug een jaar geleden. Toen maakte Panasonic het verschrikkelijke nieuws bekend dat ze geen plasma tv's meer gingen maken. Nou ja, alle drie de hardcore tv-fans ter wereld die nog een plasma tv thuis hadden staan, zaten in zak en as. Want laten we eerlijk zijn, plasma had natuurlijk veel diepere zwakwaardes die met een LED tv nooit mogelijk zouden zijn. Panasonic heeft daar nu iets op gevonden. Local dimming. Het is een trucje wat niet helemaal nieuw is. LED-tv's hebben een backlight, die schijnt altijd licht. En ook als je dus zwart wil weergeven, zie je altijd wat licht erin komen. Maar wat nou als je sommige stukken, donkere stukken van een film, het licht uit kan zetten? Nou, dat hebben ze nu gedaan. Ze hebben dat verfijnd. Er zijn nu 128 delen op het beeldscherm die afzonderlijk van elkaar aan- en uitgezet kunnen worden. En daarom heb je dus zowel heel mooie heldere kleuren als heel diepe zwartwaardes. Panasonic gaat zelfs zover door te zeggen dat deze tv een bijna net zo goed beeldkwaliteit heeft als hun beste plasma tv, maar dat dan in 4K. Nou, dat is natuurlijk niet het enige wat er mooi aan is, want ik bedoel, kijk even naar het design. Gewoon heel dun randje, geen poespas. Wat mij betreft is dit wel een beetje hoe een tv eruit moet zien. Komt nog eens bij dat er ook allemaal smart tv functies op zitten natuurlijk, zoals Netflix nu eindelijk in 4K te bekijken op deze tv. Maar ja, je voelt hem al aankomen, daar hangt wel een flink prijskaartje aan. De 65 inch, de grotere versie die hier vooraan staat, die is €5500. Hij is wel een maatje kleiner, die is €4000. En dat past nog steeds niet binnen mijn budget. Dus ik denk dat ik toch nog eventjes verder moet zoeken.